Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Wat gaan we deze week doen, Tess? Ponyvoetbal met de paarden. Ponyvoetbal, ja. En wat hebben we nog meer gedaan? We hebben Ferris gereden. Oh ja. En bij Bianca. En bij Bianca. En bij Ilse. Ja, precies. Met ponyvoetbal. Ja. En... ik ben naar YouTube geweest. En jij verveelde je en hebt toen een heleboel spulletjes gemaakt. Ja. Dus ga maar gauw kijken. Zaterdag vandaag en Tatumpje komt bij ons logeren. Buiten dat zit zij vandaag op Nelson. Tessa rijdt met haar brugje op Bella. Misschien moet je even uitleggen wat een bruggetje is. Kijk. Even wachten hoor. Dit is een bruggetje. Heb ik van Ferens geleerd. Ja? En zo kan wat je, doe je dan eigenlijk? Dan kan je even beter, goed filmen. Kan ja? je beter in de paard, zo in de mond van het paard voelen. Oké. Okay. Aangeven. Ja, niet te strak hè? Nee. Want het is ook om je onderarmen stil te houden. Ja, maar nu heb je lekker al lang te. Je hebt gelijk. Nou, dametjes gaan zo de les in bij Ilse. Wat een heerlijk weer, jongens. Het is vandaag zaterdag. En kijk dan, wat een feest. Heerlijk. Ik heb Bel nog niet horen hoesten, ben ik blij om. Vaatjes op vakantie. Dus ons Kimmetje die rijdt stippie. Het is lekker met Tatum in de les. Tatum, wat ga je hard, joh. Dat is ook voor het eerst. Bel wordt ook wel een stuk rustiger, dus dat scheelt ook. Heerlijk. Behalve als er iemand voorbij loopt, dan weer even niet. Dus ik mag straks ook nog rijden. Dat is toch genieten zo. Daar is ons Kimmetje. Misschien kan ze even zwaaien of zo. Leuk. Jee. Was lekker op stip? Ja. Hard praten, het waait. Ja, ze was een beetje druk. Een beetje druk. Nou, we hebben het gezien en gefilmd. Ja. Nou, veel plezier. Ja, dankjewel. Karianne is de mama van Tessa en die roept altijd, oh, ik stap zo op Verona. En dan vraag ik het, zegt ze, nee, ik heb een spijkerbroek aan, ik heb dit, ik heb dat. En nu zit ze er dan toch op. En daar hebben we Margriet en Famke terug van vakantie. Yay! Lekker! Hi Fammy! Dag lekker beest van me. Binnenkort gaan we een keer paardrijden doen. Dan kunnen jullie even kijken hoe wij dat allemaal doen. Het ultieme paardrijgevoel. We zijn buiten gekomen. Ik kan je vertellen, het was niet eenvoudig. We hebben zelfs gepiaffeerd. Het was een hele happening. Ik denk dat ik wel 10 minuten bezig geweest ben of zo. Nee. Alleen maar het pad af. Maar we zijn er. En kijk dan jongens. Oh. Hoe heerlijk is dat? Daar heb je toch een paard voor? Fantastisch. Ik hou ervan. Oké, we gaan nu terug. Ik denk, dan lopen ze wel terug. Kijk, mooi zonsondergang. En terug vindt ze normaal gesproken altijd prima. Maar nu moest ze toch even kijken. Ja, grasmaaiertje, denk ik. Maar we hebben een rondje om de plas voldaan. Margriet heeft beloofd de volgende keer even te filmen als ik het laantje afkom. Dan kunnen jullie zien wat een draak ze dan is. Maar ze wordt wel mooi, hè? Ja, ze kan mooi lopen als ze zo stom doet. Absoluut. Gewoon piofferen en zo. Vandaag heeft Kim een wedstrijd gedaan met Henja en Verona. Dat kunnen jullie zien in de weekvlog, denk ik. Vast wel. En wat heb jij de hele dag gedaan? Ik heb de hele tijd met Bella, Nelson en Tatum gespeeld. Kijk. Bel heeft overal vleggies, en ze heeft... strikkies, en... alles. Oké, kijk eens in de staart, want daar zijn krullen. Oh, even in de staart. Krullen. Heb je krullen, Bel? Even krullen laten zien. Krullen. En ik voel van alle... Wat heb je in die staart gesmeerd? En een kapot strikje, dat is dan wel weer jammer. Nou ja. En nu ga je nog even lekker rijden? Ja. Dat is prachtig weer. Ga maar. Tess vindt het altijd lekker om op het erf uit te stappen. Alleen er is nu geen andere pony waar ze mee kan uitstappen. En helemaal alleen. Ook niet handig. En ik erachteraan ook niet. Wel loopt best wel snel. Dus nu gaat ze gewoon hier voor de bakken. Pistes, geef het een naam. Ga je nu weer stappen. Vandaag is maandag. En Kimmetje is naar de oude pony toe. Daar kan je op haar kanaal een video over zien. Katerpie is er.
En voor de lieve va die op vakantie is, gaan we even met Stippie wandelen. Nou ja, Tess gaat even met Stip wandelen. Ja. En zo hebben we een fotoshoot. Oh ja, gaat door. Lang leven herfstvakantie, fotoshoot zit erop en het is maandag en Tess kan zelf rijden. Yay. Tatumi erbij. Ze gaan alweer logeren, gezellig saampies. Dus helemaal leuk. Ja. Hebben jullie er zin aan? Ja. Goed zo. Lekker rijden, Bel. Hallo. De pepertjes is los. Ja. Nou, zeg. Henja is het niet mee eens. En jij wil ook aandacht. Ja. Talk to me. Hallo. Nee. Ja. Hey, je hebt net pijn gehad. Nee. De Manege paarden komen eraan. Dat betekent dat Stip ook denkt van nou, dan ga ik ook wel even rennen. Laten we een beetje oppassen. Ze komen er volle vaart voorbij. Zullen we niet omver lopen of zo? Nou, dat was het alweer. Nou, daar in de wei gaan ze ook nog even. Zo, lekker rennen allemaal. Zo, Stip blijft ook gaan. Wat is dat, Stippie? En ik denk ook, hoppa. Wilde Westen hier. Zo dan. Hey, Stip. En daarachter nog twee. Ik weet echt niet wie het zijn. Maar het is drukke boel hier. En die twee, die zitten. Oh, die staan. Dat was het. Wilde prairieponies. Zo, meisjes zijn bij de kapper. Die gaan zo geknipt worden. Zelfs tapetje is mee. Het is wat anders. Die is kloppend. Zo, ons kimmetje is klaar. En dan mag Tessa. Ja. Kim is video aan het opnemen bij ons. Daar heeft ze Tatum en Tessa voor gestrikt, geleend inderdaad. Dus het is, wat voor dag is vandaag? Het is een dinsdag. We zijn net bij de kapper geweest en nu dus, wat zijn we aan het maken, Kim? Een fotolijstje. Fotolijstjes aan het maken. Maar nou, het is toch braaf, hè, kindjes schilderen zo. Nou, zo goed gaat het niet hoor. Ah joh, komt goed. Tessa, kijk, ons veertje is er. Ze heeft vandaag, ik dacht eerst ze komt op het grootste paard van stal, maar nee. Ze heeft peppertje. Ja. En wat zit er in de haar? Kom eens dichterbij, veertje. Stro. Ja. Echt Manege meisje. Ja. Helemaal leuk. En hier is Fres. En Fres die vindt dat ik wortel moet geven, maar ik wil niet meer. Bel wil dus niet in draf, maar als Tess naar de voor gaat rennen, dan gaat Bel er gewoon achteraan rennen. Dan werkt het wel. Is toch te schattig dit. Even een rondje draven, want Bel heeft net ponyvoetbal gedaan zoals jullie gezien hebben. En Tatumpie is mee, dus even één rondje draven zo. En Tatum gaat ook nog even een rondje stappen op een rondje. Even lekker uitstappen. En hoe is dat op een paard, Tatumpie? Groot, hè? Ineens van zo'n pony naar zo'n paard. Ja, zoiets. Nou, je ziet er niet, maar daarachter is daar. Daar is Tessatje. Op Bel, even aan het uitstappen ook. Zijn jullie voorzichtig, niet te dicht achter elkaar, niet te dicht naast elkaar. Voorzichtig.
Zo, dan zie je het beter. Belly en Vroontje, Tessa en Tatepie. We zijn bij de Creators Day. Hier is geen muziek, dus dan kan ik veel beter filmen. We hebben een superleuk tasje en daar zit iets in. Kim heeft het inmiddels gesloopt. Nee. Kim is aan het ontdekken hoe het werkt. Nou, snap het. Vertel mij. Ik heb al lekkere paardenhapjes gemaakt. Mama was vandaag naar YouTube en Tessa verveelde zich, dus... Ik heb heel veel lekkere dingen gemaakt. Nou, daar gaan we. Ik heb paardensoep gemaakt. Eerst was dit warm water. Nou, ik heb het dus echt vanmiddag gemaakt, dus nu is het koud water geworden. En hier zit dan wat havermout. We gaan niet alle ingrediënten vertellen. Er zit een beetje havermout, appel, komkommer. Ja, we geloven je. Er zitten ook kruiden in. Ja, maar wat verder. Dan hebben we koekjes met honing, salade, een appel, een zoete appel, een fruittoren. Fruittoren, ja. Ijsblokjes. Even wachten hoor, dan gaan we even zo naar beneden. Ja, ijsblokjes. Oh, die zien er wel. Doe die ijsblokjes eens pakken, dat ziet er heel gaaf uit. Het zijn ook hartjes geworden. Ja, ik kan er alleen niet bij. Oh. Nou ja, dit zijn de ijsblokjes. En dan heb ik nog de overige dingen. Zit daar het speculaaskoekje. Speculaas, even zoeken hoor. Ja, daar het speculaaskoekje. En daar is de fruitmix. Dat is een fruitmix, die achterste hoop. Dus zo. En wat zit er dan in die broodtrommel van je? Daar zitten wat restjes voor de meneesponies. Oh, wat lief ben je. Dus Tess is lekker bezig geweest. Ja. Welke hebben we wel, welke hebben we niet? We zijn video aan het opnemen, 10 voor- en nadelen van een bijrijder. Die krijgen jullie binnenkort te zien natuurlijk op onze kanalen. En Kim is nu bezig op Verona. Om te lezen hoe ver we zijn. Christine is ons vandaag aan het helpen met filmen. En Tessa is er voor morele support. Het is weer vrijdag, dus tijd voor les bij Per. Vastpakken, want dan ga je nooit winnen. Daar, waar is je elleboog? Ja, dat knikje moet je eigenlijk houden, zo. En dan die ringvinger door blijven kneden. Wat ze ook doet. Gewoon in jouw automatische houding. Niet daar die teugels die ik hem korter gaan pakken. Houd... Ik sta zo. Nou, een beetje ertussenin. Even dat punt van dat galopperen. Grotere... vol te stappen. Nou wordt het rustiger, dus nou kan je me zeker hoor. Je galop in het galopperen moet jouw pony het binnenvoorbeen, kijk naar mij, eerst naar boven springen, omhoog gooien, niet het buitenbeen. Wat is het binnenbeen van jouw pony? Juist. Wat is het buitenbeen?
Ja, maar laat maar zien. Dan doe je buitenbeen. Binnenbeen. Ja, oké. Okay. Blijf stappen. Dat wat je net mij zei, dat uiteindelijk als je in de goede galop zit, dat dat makkelijker voelt, dat is wel een goed antwoord, Tess. Maar sla op dat het antwoord is als het binnenvoorbeen eerst springt. Als die, het antwoord is als het binnenvoorbeen eerst is. Dat kan je een beetje zien, maar ik wil ook niet dat je zo gaat zitten koekeloeren. Dus in die overgangen van draf naar galop is het belangrijk dat jij goed leert timen. Om aan te geven wanneer je je galopsprong inrolt. Bedankt voor het kijken naar deze week vlog. We zien je heel graag volgende week. Volgens mij hebben we geen spannende dingen op het programma staan, maar... Ik wil weer naar school. Ja, en ik moet gewoon weer werken. En dan moest ik deze week eigenlijk ook wel. Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, we zien je graag volgende week weer. Dus geef alvast een blauw duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Dan kun je even denken hoor, ik hoop dat ik goed wijs nu. Daar kun je op een andere video van ons zien. En hier beneden kun je abonneren. En dan zou het super tof vinden als je in ieder geval naar een andere video ook nog kan kijken. Dus tot volgende week. Doeg! Doeg.